De jaarlijkse traditionele Holika-verbranding aan de vooravond van Pagwa heeft dit jaar in het klein plaatsgevonden. Dit was ook het geval bij de Sri Senatendere Mandir Paramaribo Noord. Pandit Bisnucharan Nandu Tewari zegt dat hiermee het idee achter Pagwa toch niet verloren gaat. Pagwa ziet hij als een feest waarbij er weer gewezen wordt op het positieve in het leven en dat er altijd een overwinning is op het kwade. Het wordt elke keer aan u meegegeven, het wordt voor u herhaald, dat het leven dat u van God gekregen hebt, dat u mens bent geworden, probeer menselijkheid in je te hebben en probeer rechtvaardigheid, redelijkheid, billijkheid in je te hebben. Probeer te begrijpen dat Gods genade is geweest, dat je een mens bent geworden. Maak er goed gebruik van, evenals de natuur alle kleuren heeft, alle geuren heeft. Zo ben jij gezegend, vooral in Suriname, om zo in zo'n Brumchidari te zijn. Maak er goed gebruik van, probeer dat, want we weten niet wat na dit leven zal gebeuren. Het is een prachtig moment om goed te onthouden dat het een grote zonde is om zelfmoord te plegen. Het is een grote zonde, zou je zeggen, om onrechtvaardig te zijn. Het is een grote zonde om niet te waarderen van wat te waarderen valt. De erevoorzitter van de Sri Senatendharam Mandir is Gita Prasad Gangaram Pandey, zegt dat bij de Holika-verbranding leden van de Mandir hun vuil brengen en dat samen voegen tot de Holika. Het vuil wordt gezien als het negatieve of het kwade dat symbolisch in brand wordt gestoken. En het is symbolisch, dus in brandsteken van die Holika. Maar eigenlijk hebben wij als mens in ons ook negatieve eigenschappen. Dus wij moeten in ons ook het negatieve wegwerken. Verbranden kan je misschien niet, maar wij moeten als mens het negatieve wegdoen van ons. En hoe stimuleren jullie dat? Door te zeggen dat we op het juiste pad moeten leven, volgens de goede normen. En zoals de Bhagavad Gita en onze andere heilige schriften dat zeggen. Dat houden de pandits ons elke keer voor. En dat wordt ook in de voorlichtingsprogramma aan de orde gesteld. Dus dat wordt nogmaals benadrukt. En door dat elk jaar te vieren, net als de jaarwisseling en kerst, noem maar op, wordt steeds benadrukt dat je in het leven op het juiste pad moet zijn, op het goede pad moet zijn. En dat je met positieve zaken bezig moet zijn en niet met negatieve zaken. Gita Prasad Gangaram Pandey. Hij is de erevoorzitter van het bestuur van de Sri Senatendharam Mandir, de Blauwgrond.